De eerste hele trainingsweek in Oostenrijk zit erop, alle trainingen zijn gehad. Hoe gingen ze? Ja, goed. Ik denk dat we een hele goede trainingsweek hebben gehad. We hebben hard gewerkt, ook plezier gemaakt. Een goede mix ervan, denk ik. En ik denk dat we echt met een heel erg goed gevoel kunnen terugkijken op het trainingskamp. En jij persoonlijk? Ik zag gisteren onder andere een wereldgoal maken hier op de training. Ja, dat was wel echt een lekker momentje, ja. Nou ja, voor mij persoonlijk ook. Zo'n trainingskamp is wel lekker om elkaar weer om wat beter te leren kennen, omdat je nieuw bent in de groep. En ik denk dat we echt een hele goede en ook een leuke groep hebben. En ik ben gewoon blij dat we dit hebben kunnen doen. Maar het is ook altijd weer lekker om naar huis te gaan. Ja, een beetje heimwee? Nee, heimwee is een groot woord. Maar het is wel altijd lekker om weer terug naar je vrouwtje te gaan en na een week niet gezien te hebben. Dus, Maar dit is wel eventjes goed voor de teamgeest, ja. Ik zie jou deze week spelen en dan lijkt het toch allemaal erg makkelijk en snel te gaan met jou. Want je speelt vrij uit, je jaagt lekker af, alsof je al hier al jaren speelt. Arnold staat achter jou, ja, die weet het ook niet. Nee, ja, weet je, ik doe gewoon mijn ding. En of dat nou bij Vitesse is of bij Groningen was. Je bent gekocht om hetzelfde te doen dan wat je eerder deed en waar je goed in bent. En ik denk dat een van mijn kwaliteiten zijn. En dat probeer ik hier gewoon te doen. En ik heb me vrij makkelijk kunnen aanpassen. Dus daar ben ik wel blij om. Het gaat lekker zo, ja. Ja, wat ik wou net vragen. Je hebt wel het gevoel dat het ook makkelijk gaat? Jawel, nee, ik voel me gewoon goed. Ik vertrouw, ik voel me goed. Ik ben fit. Dat zijn allemaal dingen wat wel meespelen. Nu gaat het gewoon lekker en ik probeer ervan te genieten. En, het is mooi weertje, mooi veldje, alles zit mee. Dus daar moeten we ervan gewoon van genieten en er vol voor gaan. Vol voor gaan, morgen ook. Ah, daar ga je. Ja, weet je, ontgroening zullen we maar zeggen. Hoort erbij. Morgen ook vol gaan. Morgen zeker vol gaan. Het is geen kleine tegenstander, zullen we zeggen. Dus we zullen 110% moeten geven. We willen goed resultaat halen. En we zijn er klaar voor. Dus laat ze maar komen. En dan zullen we zien wat het wordt. Maar we hebben er in ieder geval zin in. Dus ik heb er vertrouwen in. Kun je al iets zinnigs zeggen na zo'n week over het niveau van het team? Over waar je staat? Ik ben wel heel erg tevreden over het team. Ik denk dat we ontzettend veel kwaliteit hebben. We hebben ontzettend goed getraind. Zoals het er nu op lijkt, staan we toch wel voor op schema dan ik had verwacht, zou ik maar zeggen. Nou, dat is mooi. En nu even snel Van der Werf terugpakken. Ja, die ligt tegenover mij op de kamer, dus die komt er nog wel aan.